Ik ben Kim Doe van AdMotivy en ik sta hier met de auteur van het handboek Mobile Marketing. Kan je jezelf even voorstellen? Ik ben Patrick Peetsen. En wat doe je? Ik ben ondernemer, internetondernemer, ben consultant, ben blogger, columnist, ik schrijf boeken en ben docent. En hoe heet je nieuwe boek? Eind 2012 heet het nieuwste boek Handboek Mobile Marketing. Oké. En je hebt net ook gesproken bij het Adformatie Lounge. Waar heb je over gesproken? Ik heb gesproken over het 5C-model. Dat is de kern van een boek en dat model geeft je een opstap naar een mobile marketingstrategie. En waarom moeten mensen nou jouw boek lezen? Waarom moeten alle marketingprofessionals jouw boek lezen? Nou, als je kijkt naar voorspellingen, 2014, 2015, dan zouden wij meer mobiel online zijn dan via websites. Dus het is een must voor een marketeer. Plus je ziet dat marketeers nog heel erg moeite hebben met mobile. En het boek legt heel helder uit van ja, verlaag die drempel voor mobile, leer iets meer technisch denken. Maar zie ook de kansen die er zijn. Welke kansen dan? Nou, kansen zoals mobile gebruiken om bijvoorbeeld je klanten heel makkelijk reviews te laten maken in restaurants of in retail. Maar ook simpelweg foto's laten delen qua belevingen, bijvoorbeeld op een event. Vraag mensen met een hashtag die foto's te beleven en simpelweg te delen. En doe er wat mee. Het zorgt voor gratis exposure. Mensen hebben het ding altijd bij zich. Het is gewoon gratis reclame. En dan hebben ze het boek gelezen. Wat is dan de belangrijkste les die ze eruit moeten halen? Ja, heel flauw zou ik willen zeggen, eigenlijk gewoon alles wat erin staat, zeg maar. Dus van techniek tot en met marketing tot en met de voorbeelden. Maar we moeten toch eentje uitkiezen. Ja, dat is een goede. Ik denk de lessen moet zijn dat het beginnen met mobile en vooral succes hebben, dat die drempel heel laag is. Het vereist wel een soort van manier van denken, technisch, marketing-wise en in mix met social, zoals het heel mooi heet. Maar dat we eigenlijk al zo lang bezig zijn dat je zoveel goede voorbeelden hebt dat je gewoon moet beginnen en dat succes eigenlijk heel dicht bij je ligt. Dat moet de lessen zijn. Oké, en wat voor moois heb je nog in je hand? Wil je dat even laten zien? Ja, dit is het boek, hier zie je hem. Hij is 220 pagina's dik. Hij is heel visueel, zoals je hier ziet. Er zijn cases in van de Voice of Holland, case van Appie. T-Mobile case, Bol staat erin, dus alle successen van Nederlandse bodem staan erin. Heel veel cijfers. En de vraag is meestal, van, ja, is hij niet snel verouderd? Dat is niet zo. Want er staan vrij veel voorspellingen in tot en met 2015 en 2016 waar marketeers het mee kunnen. Oké, nou dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan.